De ministers van het nieuwe kabinet hebben vorige week alle onderwerpen uit het regeerakkoord met elkaar verdeeld. Maar ze hebben natuurlijk allemaal ook geld nodig om dit beleid uit te kunnen voeren. Daarom heeft vandaag de minister van Financiën de stagnota naar de Tweede Kamer gestuurd. En in deze stagnota staat precies hoeveel budget elke minister krijgt en ook de financiële spelregels waar ze zich aan moeten houden bij het uitgeven van dit geld. Zo mogen ze niet meer geld uitgeven dan van tevoren is afgesproken. En als ze dat wel doen, dan moeten ze in principe zelf bezuinigen op hun eigen begroting. Ook schrijft de minister van Financiën hoeveel belastinginkomsten hij binnen denkt te krijgen. En daarbij dat hij de belasting niet mag verhogen als deze onverwacht toch tegenvallen. Al die afspraken en regels die schrijft hij dus op in de stagnota. En daarmee is de stagnota een heel belangrijk document. De Tweede Kamer heeft nu enkele dagen om het te lezen en er een mening over te vormen. Volgende week gaat de minister dan naar de Tweede Kamer toe om daar een debat te voeren en als het nodig is zijn plannen te verdedigen.